kunnen er niet omheen. Het Rijksmuseum is dit voorjaar de place to be. De hele internationale historische jetset is bijeengekomen om zichzelf ten voeten uit te vieren. Het High Society vijfje wordt gegeven door Gouden Koppel, een schitterend middelpunt van de expositie, onze eigen Martin Solmans en Opjen Coppit. Martin geeft mij seksappeal en ik geef hem geld. Klasse, bedoelde ik. Maar u ziet, paarlen voor de zwijnen. Met andere woorden, ik breng het geld binnen, maar zij had het al. Wij zijn puissant rijk. Wat zijn we? Puissant rijk. Puissant. Oh, vind je een moeilijk woord. Puissant, Martin. Hey, puissant. Puissant. Wat zei ze? Ja, wij zouden in onze tijd allemaal in de quote 500 hebben gestaan. Jij wel, met die centenbak van je. Marquisine Luisa Casati was de eerste vrouwelijke dandy. Ze was een icoon in haar tijd. Een muze voor veel kunstenaars in haar dagen en ver daarna. Dus Lady Gaga van de Belle Époque. Ja, ik kan alleen totaal niet zingen. Juffrouw, wat is er waar van het gerucht dat u uit wandelen gaat met luipaarden? Dat klopt. Toen woonde ik in Venetië. Oké, maar dan nog, waarom twee luipaarden? Nou, eentje is zielig. Dat is net als met konijnen. Oh ja, nee, natuurlijk. Maar dan nog een luipaard. Alles om de hondenbelasting te ontwijken. Bambino. Oké. Wist jij dat op 9 van de 39 schilderijen honden te zien zijn? Mensen vragen vaak aan mij, wat doet die lelijke hond op uw portret? En dan zeg ik, ah ja, maar zo zie ik er gewoon echt uit. Zo'n hondje, dat is eigenlijk een soort levende mof om je handen aan te warmen. Een soort poepende wanten dus eigenlijk. Dag schoonheid. Deze rode kamerjas kan uit hoor. U bent echt aan het verkeerde adres, dokter Pozzi. U moet bij mijn zus Seymour zijn. Zij had naar verluid 27 minnaars. En is die ook geschilderd? Nee. Nee, ze heeft vaak een vee gehad, maar tot de schilderij is het nooit gekomen. Hmm. Zij was een... Hoe zeg je dat netjes? Een courtisane. Nogal een portret. Of zoals wij dat tegenwoordig in ouderwets Nederlands zouden zeggen, een keg. Een dikke, vette keg. Wat is er nou nog klassie tegenwoordig? De chic bestaat toch niet meer? Kijk nou waar ze ons hebben opgehangen. Over de hele wereld hangen wij op toplocaties. En in Amsterdam hangen we in een opgepimpt fietsenstunneltje. Schoenen met rosetten, een rijk gevulde schaambuidel, een schotsgeruite heupslip of rondsjouwen met een complete dierentuin om je nek. Als je geld hebt, kun je het zo gek maken als je zelf bent. En het bleef nog lang onrustig in het Rijksmuseum. Echt niet? Zeg, tot wanneer duurt dit feest eigenlijk? Tot en met 3 juni. Dat hoorde ik al op mijn audiotour. Het Rijksmuseum is dit voorjaar... Amai, weer die jort. De hele internationale historische jetset is bijeengekomen.